Volvo Europa Truck in Oostakker wordt de eerste CO2-vrije onderneming van ons land. Dat betekent dat de energie die de onderneming nodig heeft voor zijn activiteiten zal worden geproduceerd zonder CO2-uitstoot. De Zweedse vrachtwagenbouwer gaat samen met Electrabel zijn verwarmingsinstallaties ombouwen en voor de productie van elektriciteit worden op de Volvo-site windturbines geplaatst. Volvo en Electrabel investeren samen zo'n 10 miljoen euro in het project. Volvo Trucks is een milieubewust bedrijf. De Zweedse vrachtwagenbouwer rekende uit dat de huidige verwarmingsinstallatie van de vestiging in Oostakker zo'n 4020 ton CO2 per jaar uitstoot. Dat komt overeen met het verbruik van zo'n 1100 gezinnen. Volvo probeerde de jongste jaren die uitstoot zo miniem mogelijk te houden, maar nu gaat het nog een stap verder. Vanaf 2007 moet Volvo volledig CO2-vrij worden. Dat betekent dat we enerzijds onze gasgestookte ketels gaan ombouwen naar een biocentrale en onze gasgestookte ketels ook gaan ombouwen met een voeding van plantaardige olie. Tegelijkertijd willen we voor elektriciteit afstappen van de aankoop van grijze elektriciteit en willen we hier op het terrein van Volvo Europa Truck elektriciteit produceren, groene elektriciteit met behulp van 3 windturbines. De huidige verwarmingsinstallaties worden aangepast en uitgebreid. De oude bestaande ketel zal voortaan op bio-olie draaien, terwijl de nieuwe installatie op houtkorrels zal werken. Die houtkorrels worden vervaardigd van afvalhout en de verbranding ervan geeft niet meer CO2 af dan een boom in een levenscyclus kan opnemen. Naast de nieuwe verwarmingsinstallatie komen verspreid op de Volvo-site nog 3 windmolens. Die moeten de helft van de totale elektriciteit die Volvo Trucks nodig heeft opleveren. De andere helft zal Volvo in de vorm van groene energie aankopen bij Electrabel. Om de energiefactuur verder te drukken, renoveerde Volvo ook de fabrieksinfrastructuur. In het nieuwe gedeelte werden grote lichtstraten aangebracht, zodat arbeiders kunnen werken in het daglicht. Het heeft eigenlijk geen zin om van energievorm over te schakelen als je niks doet aan het energieverbruik zelf. Dus onze grootste gedrevenheid is ook de energie trachten te verminderen. Dat is een visie in lijn met onze kernwaarden, het belang voor het milieu dat we hoog in het vaandel dragen. Uiteraard hopen we daar rendement ook uit te halen op termijn, maar initieel is het een investering in een visie en een optie nemen naar een beter milieu voor de toekomst. Volvo Europa Truck gaf ook nog omzetcijfers mee. De vestiging in Oostakker haalde in 2005 een omzet van 1777,6 miljoen euro en produceerde ruim 30.000 vrachtwagens.